Comap heeft met AutoSAR een zelfregelende thermostaatkraan ontwikkeld. De hydraulische uitbalancering compenseert de ongelijke debietverdeling en drukverliezen in een verwarmingsinstallatie. Op die manier heerst overal in het gebouw hetzelfde comfort. In gebouwen waar de verwarmingskring niet goed uitgebalanceerd is, worden de verdiepingen ongelijk verwarmd. Daardoor hebben bepaalde bewoners het te warm, terwijl anderen het te koud hebben. Als expert op het vlak van thermisch comfort heeft Comap een oplossing ontwikkeld voor elk gebouwtype. Voor een groot collectief woongebouw is het bijvoorbeeld aangewezen het DPCV strangregelventiel van Comap en de VarioSAR thermostaatkraan met variabel debiet te gebruiken om een betrouwbare uitbalancering te verkrijgen. Voor een collectief woongebouw met minder dan 20 woningen is de zelfregelende AutoSAR thermostaatkraan echter de meest geschikte oplossing. Voor een eensgezinswoning blijkt een combinatie van de VarioSAR thermostaatkraan met de Senso thermostaatknop dan weer de interessantste optie. De applicatie MyComap is een hulpmiddel voor het inregelen van de uitbalanceringsparameters. De zelfregelende AutoSAR thermostaatkraan met EN215 certificering is een van de meest nauwkeurige op de markt. De onderzoeksteams van Comap hebben er bij het ontwerp namelijk naar gestreefd om het verschil tussen de druk aan de in- en uitgang zo klein mogelijk te houden, waardoor de inregeling van de debieten met constante verschildruk kan gebeuren. De producten en diensten van Comap vereenvoudigen de dagelijkse activiteit op de werf. Dankzij de AutoSAR thermostaatkraan is een tussenkomst in de technische kokers of in de kruipruimte niet langer nodig. Alles wordt geregeld vanaf de radiator. De werken kunnen ook sneller opgestart worden, want vooraf is enkel nog de berekening van de debieten nodig. Comap heeft een demo-opstelling gecreëerd om te illustreren hoe een thermostaatkraan met regelbare kV reageert in vergelijking met een AutoSAR thermostaatkraan. Deze modelopstelling bestaat uit 6 thermostaatkranen op dezelfde kring. 3 met regelbare kV en 3 met AutoSAR-technologie. Dit wordt toegepast op een concrete situatie. Bijvoorbeeld wanneer de zuidgerichte gevel van een appartementsgebouw geniet van de gratis zonnewinsten, gaan de thermostaatkranen daar dicht. De thermostaatkranen aan de noordzijde hebben echter nog debiet nodig, wat kan leiden tot een overdebiet en bijgevolg tot geluidshinder, een onaangenaam warmtegevoel en een te hoog verbruik. Het afsluiten van de thermostaatkranen ten gevolge van de zonnewinsten wordt in de demo-opstelling geïllustreerd door het sluiten van de ventielen. Wanneer de thermostaatkranen met regelbare kV afgesloten worden, gaan de debieten bij een regelbare kV omhoog, terwijl het debiet bij de AutoSAR thermostaatkranen constant blijft. In het eerste geval kan dit leiden tot geluidshinder en een slecht thermisch comfort. Wanneer nu aan de zuidgevel AutoSAR thermostaatkranen geïnstalleerd worden, zien we hetzelfde fenomeen bij het afsluiten van de AutoSAR thermostaatkranen. Het debiet blijft constant bij de AutoSAR-kranen en verhoogt bij de kranen met regelbare kV.